allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag en geniet van de beelden wat we gaan maken. Daar is Daan, Daan is net wakker en heeft heerlijk uitgeslapen. Ja. En abonneer even op het YouTube kanaal en like even en druk even op het belletje. Dan mis je nooit een video als je online zet. En als je lid wilt worden, dat kan al vanaf 99 cent per maand. Dan ben je altijd op de hoogte. Dus in ieder geval, we hebben heerlijk geslapen. Ja, Daan moet nog eten en drinken. Maar ik en Linda zijn al een tijdje al wakker. En we hebben het een en ander hebben hier al wat opgeruimd. Want gisteravond was het een zootje hier op de tafel. En ja goed, hebben we even opgeruimd. Ik heb wel even geveegd. Dat soort dingen allemaal. Achterom lagen weer bladeren. Heb ik weer even opgeveegd en dat soort dingen. En we hebben hier even een vlog opstaan van Kasteel Hoensbroek. Kijk die vooral terug en like er ook even op. Dus ja goed, ik ga me zo dadelijk verzorgen aankleden. Linda is er helemaal klaar ervoor. Vandaag is eigenlijk de bedoeling dat we een beetje een rustig dagje houden. Ja goed, er zal niet veel bijzonders. Maar ja goed, je weet het maar nooit. Hetzelfde gaan we misschien even weg, weet ik niet. Maar dat zien we dan wel weer verder. Maar voor nu zeg ik even, ik ga me even lekker verzorgen aankleden. En dan, want de rolluiken moet ook geloof ik nog boven open, hè? Ja. Dat is Linda. Goedemorgen. Ja, dus... Ga je kleren weer halen, joh. Ja, doe dat. En dan, ja goed, gaan we dat eerst even doen. En dan gaan we een mooie dag ervan maken. Dus in ieder geval, geniet van de beelden wat we gaan maken. En ik ga naar boven toe. En dan ben ik boven, want Linda heeft net hier aangevoeld. Of nagevoeld, want dat is niet helemaal zo. Maar goed, dan kan dat... Nee, dat hoef je niet zo te doen, dat heb ik net gedaan. Ja. Dat is allemaal nog niet droog. Nee, dat kan. Maar ja, als de ramen hier openstaan, dan kan er wat luchten. Ja, dus ja. In ieder geval, dat is dat. Ik ga me verzorgen aankleden en dan kunnen we wat andere dingetjes doen. Yes! Ik heb me verzorgd en ik heb me aangekleed. Ja, hier staat even een vlog op. Kijk, en gisteren zijn we bij CNA, hebben we wat kleren gehaald. Ja, niet gesponsord, staat het betaald. Kijk, hele mooie riem. En dan krijgen we hier een hele mooie trui. Linda pakt hem tussentijd een hele mooie trui. En een hoodie, zei Daan. Of hoodie, weet ik veel hoe dat heet. Kijk, en deze heeft hij ook. Heeft hij gekocht. En dan had hij nog een jas. Maar goed, dit ga ik even meenemen. Dat zal ik gelijk even laten zien. Ja, allemaal van die kaartjes wat eraan hangen. Kijk, en dan heeft hij een mooie nieuwe jas heeft hij gekregen. En hij heeft nog wat aan, maar dat laat ik zo wel even zien. Even, hopla, krijg je de papierbak. Ja, papiercontainer is vol met die feestdagen. Kijk, en dit heeft Daan ook een nieuwe trui. Ja. Of een hoodie, of hoe heet dat? Hoodie. Hoodie? Oh, ja. Dus ja goed, dat is weer helemaal klaar. Ik heb nog even nog een was aangezet, want gisteravond was wel laat om nog een was aan te zetten, maar het maakt niet zo heel veel uit. De bedden moeten nog opgemaakt worden, ik moet die riem nog even opruimen. Linda is nog bezig met kleren vandaan. En dan was ik even dat ding aan het zoeken, maar ik kan hem even niet vinden. Oh ja, de Pikachu geloof ik, nee. Ja goed, ik weet even niet, maakt er niks uit. Maar had in ieder geval nog een zo'n trui, noem ik het maar even. Had hij ook nog gekregen, dus ja goed. En ik ben blij met mijn nieuwe schoenen. En ja goed, ik ga nog even andere dingetjes doen en dan ja, kan me genieten. Yes! Ik heb toch nog even een beetje de was nagevoeld. Ja, dat was het enige wat droog was. En ik had een was aangezet, alleen... Ja, dat wil ik ook nog even wegwassen, die handdoeken. Die hebben we gisteravond gebruikt na het douchen. Dat is wel heerlijk, zo'n grote handdoek. Dat is wel fijn, dus... Ja, Daan is ook aangekleed, zoals jullie zagen. Gaan we dit even opruimen. Ja. Dan kan ik eens even kijken hoe lang die was nog moet. Oh. Oh, half uurtje. Stoel ik me weer hier. Door de waterbak, maar ja goed. Nou goed, dus in ieder geval, dat is dat. We gaan lekker chillen en lekker genieten. Peace!
En hier hebben we ook al een klein beetje wat opgeruimd. Ja, dat zijn die chocoladepoppetjes. We moeten de salontafel nog even een beetje afvegen en dan is het weer helemaal klaar. Want ja goed, bij ons is traditie, na deze dag ruimen we alles eigenlijk op qua spullen. Dus dan is het ook weer gelijk nieuw. Nou weten jullie wat voor een dag er is vandaag. Dus ja goed, dat gaan we even doen en dan gaan we nog even verder klussen, klungelen. Huh? En dan zie ik tijd tot het om lunch te maken. Ik heb nog van die witte bolletjes heb ik over. Dus ik ga even gauw even tafel dekken. Ik heb de lunch heb ik helemaal klaar. Ja. En die hadden we nog eigenlijk voor de kerst. Maar ja goed, dan kunnen we die nou ook heerlijk eten. Dus dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Dus in ieder geval, ik heb de lunch heb ik klaar. En dan ga ik even heerlijk lunchen. Ik heb de lunch heerlijk lekker op. En ook lekker opgeruimd. En dat soort dingen allemaal. En dan gaan we heerlijk lekker genieten. Kijk eens, dat zijn die chocoladepoppen, die heeft Linda even klein gemaakt. En dan kunnen we daar ook heerlijk van snoepen. Dus we snoepen deze tijd iets meer als normaal. Maar ja goed, moet ook kunnen hè. In deze periode. Dus ja goed, we gaan lekker chillen. Peace. Wij zijn even weer wat verder en zoals je ziet heb ik die jas even aan. Want ik ga me dan eerst even sowieso naar de glasbak, dan moeten we dat even ingooien. Maar met de auto? Nee, we gaan te voet. Ik heb pauze gezet. Ja, en dan gaan we ook gelijk even naar de oliebollenkraam. En kijken om even wat oliebolletjes te halen daar. Dus ja goed, dus in ieder geval, we gaan de zak pakken. Want ik heb alles in een pandaal aan mijn zak heb ik gedaan, want dat is zo'n, met zo'n hendel. En dan kunnen we dat meenemen en dan gaan we dat eerst even wegbrengen. En dan, ja goed, het is toch op één weg. En die oliebollenkraam staat op de markt daar. Dus, we gaan die kant op. Op het plein, kijk. We hebben even wat glaswerk. En wat staat daar? De oliebollenkraam. Dan gaan we daar zo even naartoe, ja. Die jongetjes waren net vuurwerk aan het steken. Maar die vader staat erbij, dus ja, dus in ieder geval even naar het glasbak. Het glaswerk zijn we kwijt, dat gaan we in de prullenbak gooien. En dan gaan we even naar de oliebollenkraam, want daar stonden ook al wat mensen. Dus dat is wel mooi. Ja, zo, gaan we daar even kijken. En er zijn een paar winkels zijn open hier in de Haag. Ja, morgen is alles dicht. Ja, normaal is dat nu op deze dag, maar goed, er maakt niks uit. Kijk, we gaan even hier aansluiten. Het begint een beetje te regenen. Nou, de oliebol hebben we. Laat eens zien. Laat eens zien. Kijk eens. Een dagje eigenlijk oliebolletje eten. Ja, super. En kijk eens, de primaire is zelfs ook open. En ze zijn met vuurwerk bezig. Dus, Kruidvat is ook open. En Bakkerij Vonken was ook even open. Ja, dus het is een beetje aan het regenen. Dat hebben ze ook gemeld. Vandaag een beetje, ja, een beetje regenachtig weer. Dus, maar ja, goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Ja goed, dan gaan we die kant op. Kijk, en de Blokker is ook open. Dat is super leuk. En deze winkel is ook nog open. Ja, leuk. Gezellig. Ja, en deze winkel, die is hier weggegaan. Want hij staat al te huur. Ja, goed. Ja, die winkel is al te huur. Dus ja goed, we gaan op naar huis. Wij zijn weer thuis aangekomen en kijk, heerlijke oliebollen vandaag, lekker. Dan is al lekker aan het smikkelen en smullen, Linda heeft een krentenbol. En dan ja, gaan we daar even van genieten. Ja, heerlijk. En we hebben heerlijk lekker gegeten, dus in ieder geval, ik ga alvast even een beetje voor werken, want vanavond gaan we uiteraard weg. En dan, ja, dan kan ik daar niet filmen, maar misschien als Daan wat vuurwerk afsteekt. Ja, ik zal het maar zeggen. We gaan vanavond naar de zus van Linda en de kleine man. Dan gaan we daar oudernieuw vieren. Alleen ja, ik kan daar niet filmen. Alleen als Daan heeft nog vuurwerk. Hij heeft sowieso die pot nog, wat hij daar in de kast heeft staan. Kijk, die had hij meegenomen. Die met een zeer belangrijk veiligheidsbril.
Dus dat wil hij vanavond gaan afsteken. En nog wat zomer nog het vuurwerk had hij geloof ik nog over. Ja, van van de week. Die tas, ja, dat zit hier nog in die tas. En er zitten nog sterretjes in en rotjes en dat soort dingen allemaal. Ja goed, hij heeft nou de leeftijd ervoor. Dus ja goed, dus in ieder geval, ik ga even voorwerken. Dan hoef ik dat straks niet meer te doen. En dan hebben we dat in ieder geval al klaar. Dan kan die morgen vroeg dezelfde tijd online staan. Want anders, ja, ik weet niet hoe laat het wordt vanavond. Dus het kan ook heel laat worden. Als ik dan ook alles nog moet doen, dan ben ik nog wel even bezig. Dus, maar goed, dus in ieder geval, ik ga even werken. Dit is leuk werk, ja? Niet dat andere, maar dit is wel heel leuk werk voor jullie. Echt, en dat meen ik ook oprecht. Dus in ieder geval, toedeloen, tot later. En dan ben ik helemaal klaar met inplannen en inprogrammeren. Dus dat is allemaal gelukkig achter de rug. Dat heb ik helemaal klaar. Ik was hiermee bezig. Kijk, ik heb even wat strijk afgehaald. Dus ik ga even hier strijken, want ja, ik kan wel hier staan, maar het wordt een beetje krap. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik heb net ook de was ook even opgehangen. Dus dan kan het weer heerlijk lekker drogen. En lekker zijn gang gaan. En dan ja, gaan we eventjes strijken. En dan ja, we hebben toch zee van tijd vandaag. Dan kan dat ook weg. Want gisteravond heb ik ook nog even alles weggestreken wat weggestreken moest worden. En nu, ja goed, is wel fijn. Dus ik ga er even aan beginnen. Dus yes, dus in ieder geval even aan de slag. En kijk eens. Ik heb één rek heb ik wel leeg. En de strijkmand is er weer helemaal leeg gestreken. Dus ja goed, in ieder geval, dat is dat. Oh, dit was nog het enige wat ik nog mee moet nemen. Tafelkleden en dat soort dingen. Ja, alleen maar tafelkleden. Niet dat soort dingen, maar ja goed. Dan gaan we dat even wegbrengen. En volgens mij is Daan bezig met vuurwerk afsteken. Ja, dat dacht ik al, ja. Nee, dat denk ik. Het is te koud. Doe je voorzichtig. Ja. Ga je het niet daar doen? Nee, maar ik denk niet dat ik het goed wil. Nee, je moet het vuur nog langer aanhouden. Het gaat niet. Ik probeer het plusje te leggen. Ja. Wacht, daar komt hij. Daar komt hij. Ja. Kijk, en Linda was met plakken bezig, de fotoboeken plakken. En dan. Komt ie? Ja. O jee, o jee. O jee. Wacht, en dan heb ik nog iets anders. Wacht, ik heb nog iets anders. Let op, deze. Gelijk weggooien, ja. Kijk. En dan heb ik nog iets anders. Ja, en dat doen we wel in het voorjaar. Met de hoge druk maken we dat wel weer schoon. Dus dat is ook niet zo erg. En dan gebruik ik gewoon extra spul daarvoor. Dus, Kijk, deze gaan we veel aan het draaien. Linda is heerlijk aan het plakken. Wat ik zei. En Linda? Ja. Let op hoe deze gaat. Die gaat heel hard. Oké. Okay. En waar is het? Deze is niet goed aangegaan. Kijk, okay, dan heb je. Hebben jullie dat ook met vuurwerk? Dat is zo goed. Natuurlijk heeft iedereen dat, behalve sterretjes dan. Ja. Even wachten. Oh. Dan komt hij weer. Nou, dat was het. Nou. En dan heb ik nog iets. Oh, wacht, ik ga even de standaard pakken. Zo, heb ik de standaard, dus kunnen we ook beter. Ik had hem zo even vastgepakt, de telefoon en ja goed. Hij staat. Daar heeft hij de tas. Alleen die, wat ik zei, dat neemt hij straks mee.
Laat dat zeg jij. Ik heb nog een paar dingen wat, jullie nog niet hebben gezien. Oh, en daar gaan we even kijken. Zien. Kijk maar. Zijn die paar dingetjes? Dit is een bommetje. Die ga ik als eerst doen, want dat is juist het kleinste. Dit is een bommetje. Pak ik deze op. O jee. Lekker zo dicht bij je huis. Is heel mooi, hè? Dat is klaar. Nog iemand? Niet hier voor de deur. Oh! Dat was het. Nou. Nee, er is nog één ding. Nog eentje? Nou, ja, nog de laatste, twee. Hè? Twee. Maar het donkere zie je veel beter. Maak ze kapot! Of de zo. Oei, oei, oei. Kijk uit maar. Allee. Ja! Ondeug. Nou, in ieder geval, dat is dat. En dan gaan we nog even chillen. Wij zitten even aan tafel en we gaan even een spelletje doen. En hoe heet dat spelletje, Linda? Voor de kijkers even uit te leggen. Junior. Hoe? Heeft hij gekregen voor de kerk? Hoe heet dat spel? Levensweg Junior. Ja. Ik ga je de regels even uitleggen. Hoef je niet. Maar ik geef je wel even het advies om meer op de hoek te komen. Ik heb dat vroeger, heb ik dat spel eens een keer gehad. Maar dat is geloof ik al heel oud, dat spel. Dat levensweg, dat gewone. Maar dit is echt meer voor kinderen. Dus goed, dan nemen we jullie gezellig daarin mee. Super. Nou, ik ben even aan deze kant gaan zitten. Dus jullie zien me een beetje voor de helft. Nou, ik krijg even tekst en uitleg hoe we dat moeten gaan doen en dan gaan we beginnen. Yes. Nou, ik heb even tekst en uitleg. We gaan het spelletje beginnen. Wat heb ik? Twee. Ik ga de stand in. 1, 2 en ik pak een actiekaart. Activiteit. Een nationaal park bezoeken. Naar welk park ben je geweest? Ja, dat weet ik niet. Maar ga je park. Ja. Hij is geld waard. Ja, leuk. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ik neem het. En ik krijg meteen $3 terug. Jij moet excursie doen. Zo, klaar. Nou, kijk. En dan gaat Daniel met de excursie. Toek, 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 toek. Je maakt toch wel $3 erbij gekregen. En dan ben jij. Actiekaart. Ja. Nee, want je staat nou daar. 1. Hey, welke club ben je? Groen. Dan krijg je $3. Ik krijg geld. Hey, geef maar hier. Ik ga goed gebruiken. Dankjewel. En dan ben ik. Kijk, dat is mijn, ik heb evenveel mijn zak geld. Huh? 4. Even kijken, ik ga zo. 1, 2, 3, 4. Ja. Actiekaart. Ik pak hè. Oh nee, je bent door een storm overvallen. Betaal de bank $2. €2 zal het denk ik zijn om totaal eurotekentjes opstaan. Dat is dol. Wel een raar tekentje is dat dan, hè? Maar goed, hij zegt het. 5, dus 1, 2, 3, 4, 5. Nou, jij krijgt van de bank? Ik krijg wel veel. Ik krijg wel heel veel. Weer $3. Nee, money. Oh, jij komt precies op. Ja. Nou, dan is papa met zijn groene karretje. En die heeft? 2. 1. 1. Ik kan niet ver. Ja, als je $3... Jij gaat een excursie maken, papa, en dan kan je... Mag. Niet te veel bewegen, nee, als de camera beweegt. Oh ja, mama. Dat is... Oh, 1!
Wie is? In. Jij. In. Oh, en wat is dat? Bestemmingkaart. Andere bestemming. Ja, en zo gaan we gezellig gaan. Alsjeblieft, zes. Ja, vier, lekker. Zes! Oh, nou, kijk. Komt de kat kijken. Vijf, zes. Komt ook even mee spelen. Zeg maar hallo, kijkers. Oeh, papa, kijk wat dit is. Dit is als je 1 tot 2 draait, is slijmbeurt over. 3 tot 5 is, er is niks gebeurd. 6 is, je mag nog een keer. Oh. Nou, draaien. Zes, zes. Ja! 1. Ja, oh, goed te laat. 6. Nog een keer. Nog een keer. Nee, nee, nee. Wist? 5. 1, 2, 3. Voetenleer is het, hè? Ja. Nee, ben ik niet. Kijk. Nou. Ik heb, even kijken. 5. 5 had je, papa. En jij hebt groen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Papa krijgt centjes van de bank. Oh, dat zie ik graag. En terwijl ik daar een vlog heb opstaan. Super, dankjewel. Alsjeblieft. Voor de centjes. Ik heb mij. Ga jij voor mij. 1. Ja, mooi. 3. 3. En ik heb roos. 1, 2. En een actiekaartje. Oh. Ja, dan die wil altijd pakken. Ja. Sterren bekijken. Wat is je favoriete sterrenbeeld? Ik zou het niet weten. Oh, niet wel. 1, 6, bedoel ik 6. Sterren, vissen. Ik mag vissen. Ja. 6. Yo. Ik heb zin in een frikandel. Ja, je moet je oude bestemming weg en dan pak je nu weg. Ik wil hem niet. Helemaal geen bestemming. Nee, ik wil die niet. Dat is de winnaar. Auwa. Ja! En ik ben als tweede. Ik doe het spel de eerste keer mee, dus het is wel een leuk spel. Ja. Nou, in ieder geval, we gaan de boel even opruimen. We hebben het volgende spel. Dat is Cluedo. Dan moeten we nog heel even mee. Ik heb het nog nooit gespeeld, maar het zal wel leuk zijn. Linda is het even allemaal uitzoeken. Mama is een rode. Een mooi poppetje heb ik. Ik heb groen. Dus in ieder geval, ik krijg even tekst en uitleg. Linda is even alles klaar aan het zetten. En dan gaan we beginnen. Yes. Nou, we gaan het spelletje spelen. Dan liefje. Het is een leuk spelletje. Mysterie spelletje. Mag ik papa even uitleggen? Ja, had je net toch al gedaan. Dan, die komt op gele voetstapjes. Ja. Gele voet of druk. Het meubelstuk in die kamer. Dus hij mag onder een meubelstuk. Dus hij ziet daar een tijdzaal. Dit is de tijd waarop het niet is gebeurd. Want die tijd ligt hier. Oh. En als dan slim is, kruist hij de plant aan. Want dan weet hij dat hij die ook gezien heeft. Hey, je mag het niet zien, hè? Jij mag niet kijken. Nee. En de kijkers wel. Je weet dat hij die plant kijkers aan... mogen wel meekijken. Ja. Maar je weet dat hij de plant aanstreept. Ja. Die staat hier. Zie je? Als je onder een ding hebt gekeken, streep de plant aan, dan weet je dat je daar al onder hebt gekeken. Oké. Maar ik help je wel. Nou, ja. Nee, papa. Oh, papa. Dat is goed, papa. Doe maar eens even. Ik zeg maar wat je moet doen. Twee. Je moet twee voetstappen zetten. Eén. Waar ben je naartoe? Ja. Welke kleur je kan één papa? Kant. Die, ja. Je kan één kant op, dus hier. Ik heb de paarse. Je hebt zwarte voetjes, gebruik helaas nog niks. Oh. Ik heb drie. Welke kleur had jij dan? 1, 2, 3. Oh, ik krijg automatisch... 2. Dat is weer een ander spelletje. 2. Ja, papa? Sorry, 4. Ik heb mijn vinger er tegenaan. 4. Ja. Welke had je? Paarse, papa. Laat papa zelf. Waar wil je naartoe? Laat papa zelf. Ja. Kan niet. Nee, je moet altijd voor de stapjes doen. 1, 2, 3. Maar, dat staat ook bij, moet ik je. Ik kan dat niet, toch? Mag even. Laat even aan. Geel, mama, je hebt geel. Ik heb. Geel. Stiekem onder een meubelstuk kijken. O jee. Maar ik moet dadelijk wat even tegen papa zeggen. Nou, ik kijk in die tafel. Ja, wacht even. Ik kan ook even kijken. Wacht even. Wit, yes.
Mijn god, dat doet het niet. Papa, kijk. Wit. Papa. Pak je de punten slijpen. Geef mij even een andere punt. Wow. Ah, goed. Ah, je kan toch gewoon niet punten slijpen, echt waar. Kom hier. Pak het toch even een ander potlood. Ik heb hem dat ook geslepen, dus... ja, kijk. Potlood voor te stemmen, hè. Dat was hem wel, ja. Mama, ik heb wit, dus ik mag stiekem onder een potje kijken. Oké. Maar als jij 3 hebt, hè, Walter, en jij zet maar 2 voetstappen, dus dat mag ook. Oh. Je mag minder zetten. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld... op een kleuren ding uitkomt, mag je een stapje minder zetten. Nee. Snap je een beetje? Ja hoor. Nou, papa, gooi maar tussen. 4. Ja. Waar ben jij, pa? Ja. 1, 2. Ja, dat mag. Als je zegt 3, ja, dan mag je stiekem onder een pion kijken. En onder de pion is het speelgoed. Dus kijk eens onder een pion, papa. Wij mogen niet zien. Nee, pion, pion, poppetje. Poppetje. Sorry, poppetje. Staat daar speelgoed? Ja. Hey, dat mag je niet weten, mama. Streep dat speelgoed aan. Jij bent vals spelertje. En deze poppetje. Meneer Paars, of hoe heet die? Nee, welke had je net gepakt? Ja, die paarse, ja. Meneer Pimpel. Streep die aan, want die heeft het niet gedaan. Als je niet is, blijft het pimpel. Maar je moet het blauw omdraaien, papa, want wij mogen niet zien wat je aankruipt. Wit. Oké. Je hebt wit. Wit. Ik? Wit? Stiekem onder een pion kijken. Wie zegt dat ik... Ja? Oh, wacht even, wacht even. Wacht even. 3. 1. Ja, en zo gaan we even nog verder het spelletje. Kom zo bij jullie terug. Nou, we breken het spelletje even af, want ik zie dat het langzaam tijd is om eten te gaan halen. Ja. Dus ik ga dadelijk even mijn schoenen aandoen en dan... Waar gaan we de frieten halen? In de frituren. Welke frituren? Nou, ik heb net even lekker drinken gepakt, dus... ja goed, het is een leuk spelletje. Dus in ieder geval... Ik heb die jas aan. Ik ook. En daar gaat ook even met mij mee. Ik ga even met de scooter even naar de frituren. En dan zien jullie mij daar. Ik was bij Holka geweest, maar die is dicht. Nou is er heel toevallig eentje open. En dan gaan we hier naar binnen. Eten hebben we besteld. We zitten even hier aan tafel. Het is nu heel stil hier. Ja. Daan is met mij mee. Huh? Dus in ieder geval, ja, dan hebben we toch een frituur open. Dus, wacht even af. Kijk, zo ziet het eruit. Met een mooie kerstman. Dan was even buiten geweest. Waar is die weer? Het is hier een drukke straat hier. Dat is wel. Ja. Maar... Even kijken, ik moet het weer werken. Ja, ja. Dan moeten we eventjes wachten. Ja. Nou. Het eerste is er klaar, dus kunnen we dat dadelijk in de scooter zetten. Ja, je hoort het goed, in de scooter. Nou, eten is klaar. Dan zien we het gelijk hoe het heet. Dus in ieder geval, we gaan het in de scooter zetten. Wij zijn thuis aangekomen en Linda heeft de tafel gedekt, dus we gaan heerlijk smikkelen en smullen. Ja, we zijn bij de ene geweest, maar die was helaas dicht, wat ik al zei. En dan, Papa, kijk wat deze kant. Hebben we deze frietjes. Kijk wat deze kant. Kijk. Oh, ja. Oh. Ja. Zo. 1, 2. Oh, mooi. Dat is in ieder geval. We gaan heerlijk smikkelen, smullen. Kijk, en Daan gaat hier zitten. Met een klein bakje frieten. Met een smulcola. En dat speeltje heeft hij dan. Dat is in ieder geval. En we gaan... Wij hebben heerlijk lekker gegeten, dus we gaan de boel gaan we hier opruimen. En dat soort dingen allemaal. Want Linde gaat de rolletje ook even dichtgelijk maken. Ja goed, het wordt nog even donker. Want het is al bijna tijd. Dus in ieder geval, dat gaan we doen. En de aanrecht ook even in orde maken. En dat soort dingen allemaal.
dat gaan we ook even doen. Dus in ieder geval, we zijn nog even bezig. En dat gaan we ook gezellig doen. Yes! Dan zijn we even wat verder en kijk, de tafel is weer helemaal mooi afgeruimd en weer schoongemaakt. Ik heb de aanrecht had ik al schoongemaakt, maar ja goed, automatisch doen we de handen wassen. En ik heb even hier, hebben wij zo'n regenpijp, heb ik even tegenaan geklopt. Want ja goed, zoals jullie weten is dat dakgoot vol van de buurman, omdat er al heel veel bladeren in liggen. En heb ik even wat getikt en ik hoorde toch wel wat water naar beneden komen. Water door die regenpijp heen komen. En ja goed, dan is het wel wat minder. Dus, maar ja goed, helemaal weg, dan moet die dak goed schoongemaakt worden. Maar ja, met die overkappingen bij ons, daar kom ik dan niet heel goed aan. Dus ik heb dat al een paar jaar geleden, heb ik dat al een keer gedaan. Van ons gedeelte. Want hij hiernaast had ook heel veel rotzooi. En heel veel blad ligt daar aan die kant erin. Dus ja goed. Dus in ieder geval... dat is dat. Ze zijn hier behoorlijk wat vuurwerk af en steken. En dat soort dingen allemaal. En ja goed, Daan heeft zich net gedoucht. Linda gaat zich zo douchen. Ik ga me ook zo douchen. Maar ik ga nog de vlog nog niet afsluiten. Want ik neem jullie mee als Daan vuurwerk nog gaat afsteken. Goed, we hebben nog anderhalf uur. Ja, eer we klaar zijn, dan zijn we wel een uurtje verder, daar niet van. Maar... ja goed, daar gaan we dan strakjes naartoe. Dus in ieder geval, van nu zeg ik even tot wat later. En dan zie je ons, ja, jullie zien niet gelijk. Dus in ieder geval, dat is dat. We hebben alles opgeruimd. Ik heb de aanrecht wel mooi schoongemaakt, wat jullie hebben gezien. En dan is alles weer picobello in orde. En ik ga me daar heerlijk lekker douchen. Dus, doedoe en tot later. We zijn even weer wat verder, we hebben even lekker gechilled. We gaan dadelijk de schoenen aandoen en de jas dadelijk en dan gaan we richting de auto. Dus in ieder geval, je ziet ons, yes. Alright, blauwe duimpjes. Wij hebben de jassen en de schoenen aan, zoals je ziet. Ik heb mijn nieuwe schoenen aan. En wij gaan nu richting auto. Ja. Dus, we zijn er helemaal klaar voor. Daan is er ook helemaal klaar voor. Hij heeft zijn vuurwerk heeft hij bij zich en alles. Dus in ieder geval, we gaan er een mooie avondmok van maken. Nog een paar uurtjes en dan is het voorbij. Wij zitten in de auto en we gaan op naar de familie. Dan gaan we heerlijk oud opnieuw vieren. Dus in ieder geval, ik zal straks als Daan vuurwerk afsteek, zal ik even een filmpje maken. Of erbij plakken en dan gaan we er iets moois van maken. Dus, toedeloe en tot zo. Wij zijn bij de familie aangekomen. Ja, ik heb Linda even bij de deur neer afgezet. Ik heb de auto hier op de parkeerplaats bij ESC terrein. En ja goed, ik ga nou ook naar binnen. En dan, want Daan en Linda zijn ook al binnen. Dus in ieder geval, we gaan die kant op. Want ze zijn hier al vuurwerk hier af het steken. En daar. Dus ja goed, dus in ieder geval. Ik ga naar binnen en dan spreken we ons later. Vanuit de parkeerplaats wens ik iedereen een gelukkig nieuw jaar. En daar gaat ook een afsteken. Prachtig, ik zal de camera even omdraaien. Thank you.
het vuurwerk vandaan. Prachtig. Maar wij gaan dan naar binnen en dan zullen we denk ik langzaam naar huis toe gaan. Chic. Wij zitten weer in de auto en we gaan proberen door de menigte heen gaan van het vuurwerk. Dus in ieder geval, wij gaan richting huis toe en dan zie je ons dadelijk thuis. Wij zijn thuis aangekomen en Daan heeft nog wat vuurwerk. Ik kan nog staan. We zijn veilig thuisgekomen door de menigte. Nee. En hier is het ook nog aan het... Wacht even, moment. Hier is ook nog vuurwerk bezig. Overal, her en der. Top. Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig en goed nieuwjaar toe van ons. Daar kom hier in. Echt een sterk. Daar, hier. En iedereen. Top. Kijk eens daar. Wat hier nog allemaal is. Het zal nog wel een uurtje denk ik doorgaan, maar wij gaan dadelijk ook richting vetje toe. Dus bij deze ga ik de vuurwerk afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog, terwijl het vuurwerk op de achtergrond bezig is. Ik wens jullie alles goed voor het nieuwe jaar. En dan gaan we nu afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. Oh nee, strakjes. Doei. Het is al nieuwjaar. Doei. Tot morgen in een gloednieuwe vlog. Doei. Namaste. Mij en Linda. Doedeloe.